Erik Bottergien, in minuut 8 kop jij Feyenoord naar 1-0. Dat vroege doelpunt dat jullie nodig hadden. Wat dacht je toen? Ja, dat wij gaan deze wedstrijd winnen met heel veel goals. En nog geen minuut later ligt hij er dan alweer in. Hoe is dat nou in godsnaam mogelijk? Goeie vraag. Ik moet nog terugzien. Ik heb nog niet teruggekeken. Dus ja, helaas zat niet mee. Want na deze goal hebben we nog steeds heel veel kans gehad, toch? Maar zat niet mee. Ja, alleen jij kreeg deze wedstrijd geloof ik al 3 of 4 kansen, hè, om een doelpunt te maken. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Het nooit met mij zoveel kans gebeurd. Maar ik heb eentje gemaakt. Eentje was misschien over de lijn. Heb ik net gehoord. Maar we hebben niet gedaan. Jij scoort het eerste doelpunt dit seizoen. Ja, dat zegt misschien wel genoeg. Hè, dat een verdediger het eerste doelpunt scoort. Terwijl jullie nu al 4 wedstrijden gespeeld hebben. Jullie scoren te weinig. Komt dat? De andere wedstrijden waren natuurlijk slecht. Ja, tegen BSV was, denk ik, hebben we goed gedaan. Maar de andere 2 wedstrijden was wel slecht. Maar vandaag, ja, hebben we heel veel kansen gecreëerd. En als je in zo'n situatie zit, dan krijg je dit. En geen goals maken. En als je in een betere situatie bent, dan de goals komen vanzelf. Er gaan er zoveel kansen mis. Wanneer was voor jou het moment dat je echt dacht van, nou, dit gaat niet lukken, we liggen eruit? Ik weet niet. De eerste helft konden we heel veel goals maken. De tweede helft ook een paar kansen gehad. Na 20 minuten van de tweede helft, dan weet je dat het klaar is. Nu is er veel gebeurd de afgelopen dagen. Heb je wel het idee dat jullie toch wel op de weg terug zijn? Zeker op basis van het spel wat jullie vandaag hebben. En volgens mij was toch het publiek vandaag redelijk de grote winnaar. Jullie kregen nog een applaus na afloop. Ja, denk ik ook. Vandaag hebben we laten zien naar Legion, naar iedereen, dat wij dat kunnen. Als wij op zo'n manier spelen, dan denk ik dat wij kunnen een mooi seizoen maken. Waarschijnlijk weet je het antwoord niet, want dat weet niemand. Hè? Maar iedereen vraagt zich af, waarom kan Feyenoord dit nou niet vorige week en ook afgelopen zondag zo beginnen en een tegenstander zo bij de strot pakken? Ja, dat vraag ik ook mezelf. Het is moeilijk om iets te zeggen. Maar het is al gebeurd. Iedereen is teleurgesteld natuurlijk. En wij moeten door. Wij moeten door. En wij moeten de manier die wij hebben vandaag gespeeld meenemen naar zondag.